Hoi lieve weegschaal, dit is jullie maandelijkse reading van augustus 2019. Ik heb de kaarten al voor jullie gelegd. Laat me alsjeblieft weten of het met jullie resoneert. Zet een duimpje, abonneer, laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Ik ga nu gewoon beginnen met jullie reading. Basis en verworvenheden. Je hebt je huis weer terug, je hebt je gezin weer terug, je familie weer. Je maakt weer deel uit van het gezin. Want de liefde begint. Dus je hebt de geluk aan je zijde, de liefde begint weer. Wat heb je te danken aan je spirituele kracht die in jou zit, die bij jou is. Je hogere zelf, je spirituele team die jou helpen in een bepaalde situatie waarin je zit. Je hebt weer de spirituele eenheid gekregen met je partner. Je moet je bestemming gaan volgen. En je bestemming is echt je hart volgen. Je hart volgen, je intuïtie volgen, je spiritualiteit volgen. Maar het allerbelangrijkste is je hart volgen. Sacraal chakra betekent ook dat je in de nabije toekomst ook meer creatieve dingen gaat doen. Meer creatief zal zijn. Bepaalde situatie wat je hebt meegemaakt, ben je verder gegaan. Maar in je omgeving begint dus voorspoed weer. Dus je hebt je huis weer terug, je bent weer terug bij het gezin. Liefde begint weer. Dus dat is weer allemaal in gang gezet. Ja. Dus voorspoed begint. Liefde begint. Je was heel angstig voor deze transformatie die je hebt doorgemaakt. De afgelopen misschien weken, maanden. Je was er heel erg bang voor. Maar nu voel je een beetje ontevreden en je verveelt je omdat alles achter de rug is en... Je hebt zoiets van, wat moet ik nu? Hoe moet ik nu verder? Je bent nog bezig met autoriteiten. Je bent nog niet van ze af. Ik weet niet, het kan misschien met de scheiding te maken hebben. Het kan iets met jouzelf te maken hebben. Dat jij misschien uit gezin bent geplaatst of iets dergelijks. Of dat... Ja, iets met autoriteiten in ieder geval. Je hebt gewoon daarmee nog... Je bent nog niet klaar met die autoriteiten om je heen. Ja? Maar... Je voelde je eenzaam. Maar het geluk lacht je weer toe. Je bent niet meer alleen. Je was in verleiding. Maar volg je innerlijke kompas eens een keer. Ja, volg je gevoel. Want dan krijg je die overvloed van liefde, van geld, van alles. Als je maar naar je innerlijke leiding luistert, zal je heel veel overvloed ontvangen. Let op de tekens. Dit is de kaart. Ja, de tekens die je hebt ontvangen komen vanuit het universum. We laten veren naar beneden dwarrelen en je zult munten en andere tekens op je weg vinden. Om je eraan te herinneren dat we je lief hebben en dat je nooit alleen bent. Dus let op die tekens. Ja? Kunnen vogels zijn, kunnen munten, veren zijn. Alles wat op je pad komt.
Als je veer, als iemand bijvoorbeeld een blouse draagt met veren of zo, dan weet je dat je beschermengel er is. Als ik een libelle zie bijvoorbeeld, maakt niet uit of het nou op een shirt is of dat het er rondfladdert, dan weet ik dat het mijn godin is. Als je gewoon bepaalde tekens ziet, als een munt is, zijn de engelen, je spirituele team is bij je. Dus op die manier kan je een beetje aan tekenen herkennen. Je kan ook dubbele getallen zien. Dat kan ook. Dus let op die tekens, ja. Je krijgt tekenen, volg die intuïtie ook daarin. En dan zal je zien dat je precies weet wat dat voor jou betekent. Dan hebben we helderhorendheid. Aartsengel Zod Kiel, luister aandachtig naar liefdevolle innerlijke leiding van jezelf of die van andere mensen. Dus luister naar wat jouw spirituele team te zeggen heeft. Luister naar wat jouw intuïtie te zeggen heeft. Want jouw spirituele team praat door je intuïtie. Luister er goed naar. Het is heel belangrijk om naar je intuïtie te luisteren. En daar krijg je ook die begeleiding bij. Open je armen om te ontvangen. Je hebt om hulp gevraagd. Stel dan nu open om die te ontvangen. Nou, je hebt hulp gevraagd, je hebt die gekregen. En ontvang het nu met beide handen. Ja? En doe er wat mee. Doe er wat mee met die hulp. Laat het goed bruikbaar zijn voor jouzelf. Moeder. Ik open mijn hart voor mijn moeders menselijkheid en haar goddelijkheid. Misschien heb je een moederlijke instincten. Misschien krijg je van moeder Maria dat gevoel om... om zo zorgzaam te zijn, om je kinderen te begeleiden en te helpen met alles. Of je eigen innerlijke kind, of je bent de moeder voor je eigen innerlijke kind, laat ik zo zeggen. Ja, je zorgt ook voor je innerlijke kind door een moeder te zijn natuurlijk. Maar je bent ook heel erg zorgzaam voor jezelf. Je moederlijke instincten, ook al ben je een man, dat kan ook, hè. Dat je dan die vaderlijke instincten hebt. Je gebed is verhoord. Je hebt om hulp gevraagd. En die heb je gewoon gekregen. Maak daar goed gebruik van. Vertrouwen. Je hebt een sterke verbinding met de liefdevolle stem van je ziel en vertrouwt op je intuïtie. Dus je vertrouwt al op je intuïtie, dat is heel goed. Blijf daarin vertrouwen. Luister naar de liefdevolle stem van je intuïtie, zodat het jou weer verder begeleidt en jou op de juiste pad houdt. Ik heb nu een grote boodschap voor je. Dat is nummer 45. Dus deze kaart. Dus levenskracht, Aphrodite, verleiding, libido, seksualiteit, aantrekking. Je seksualiteit is gewekt en in vuur en vlam en je wellustig verlangen zijn op zoek naar bevrediging. Je bent aantrekkelijk, verleidelijk en krachtig en er knippert een groen licht dat beschikbaarheid voor een seksuele partner aangeeft. Dit is wat de wereld gaande houdt en dit is boeiender en opwindender dan leeskracht die zich doet gelden. Het sleutelwoord om van deze vurige essentie te genieten is beheersing. Je moet de energie van je levenskracht beheersen en aansturen in plaats van tot te staan dat het jou beheerst en overweldigt. Anders kun je hopeloos verslaafd raken aan lustgevoelens, wat je kan verzwakken en onderwerpen.
Geniet van je sensuele zelf, maar wees onderscheidend over waarheen het je leidt. Gebruik je beoordelingsvermogen. Pure levenskracht kan het beste gepaard gaan met verstand en grotere kracht. Van liefde om je te brengen tot een verhoogde toestand van de extase die je zoekt. Vertrouw je sensuele godin Aphrodite nu ze je passie ontketent, maar respecteer haar ook. Haar boodschap voor jou, gebruik je vurige passie creatief, niet destructief. Dus dat betekent als jij als je met je partner, ja, eigenlijk is het zo van als je met je partner naar bed gaat, dan is het niet om je lust te lessen, zeg maar. Maar het is meer om tot de hogere vibratie te komen samen. Dus tot een hoger niveau level. Ja? Seksualiteit is bedoeld om niet alleen voor de fun of voor de maar ook dat je één wordt met elkaar. Dat je dat gevoel hebt dat het je naar de volgende niveau tilt. Dat is pas echt seksualiteit. Niet om alleen maar te doen. gewoon voor de fun of zo. Dus let daarop. Weegschaal dat je, als je met iemand het bed deelt en met je partner deelt, dat dat gewoon op een echt op die manier gebeurt, dat het gewoon jou op een hoger niveau deelt, maar niet alleen jou, maar ook je partner. Niet vanwege alleen seksualiteit. Ja? Niet alleen voor de lust. Oké. Okay. Nou, in ieder geval ziet er heel mooi uit voor jullie weegschaal. Ik zie gewoon echt dat je weer je huisje, boompje, beestje hebt. Er begint weer liefde te bloeien. Ook tussen jou en je partner gaat het gewoon. Jullie worden weer één. En volg je intuïtie gewoon. Je gaat weer creatief bezig zijn. Spirituele krachten zijn bij je. Voorspoed begint. Je was heel erg angstig. Maar dat gaat wel weer weg. Je verveelt je misschien dadelijk in de toekomst. Maar uiteindelijk kom je er wel weer. Want je bent nog steeds bezig met de autoriteiten. Dat die situatie moet gewoon eerst worden opgelost. Maar van eenzaamheid ben je nu wel weer gelukkig. Je was in verleiding geraakt. Waardoor je toch een gevoel hebt gekregen dat je naar je intuïtie moest luisteren. En dat je gewoon die overvloed aan liefde weer kan gaan krijgen. En let op de tekens, ja. Luister naar je gevoel. Ze geven je boodschappen. Open je armen om te ontvangen waar je gebeden worden verhoord, ja. Je hebt om hulp gevraagd. Je gebed is verhoord. Dus open met beide handen en houd vast. Je bent heel erg zorgzame moederlijke instincten. En ja, je bent gewoon heel erg zorgzaam. En je hebt vertrouwen in je intuïtie. Houd dat vast. Luister naar de liefdevolle stem van je hart. Ja, en laat seksualiteit geen lust zijn. Maar laat op je hogere niveau trillen, ja. Wauw. Ik heb iets aan jullie moeten doorgeven wat ik nog nooit heb gedaan. En ik vond het een hele mooie reading voor jullie weegschaal. Ik hoop dat ik jullie hiermee heb geholpen met de vragen misschien waarmee jullie zaten. En dat ik jullie blokkades op jullie pad heb weggehaald. Wat geruststelling heb gegeven. Ik hoop dat het allemaal met jullie resoneert. En dat het jullie helpt.
Dat is voor mij de voornaamste. En als je een persoonlijk consult wil, kan je me bereiken bij Topconsulent onder naam Radebox nummer 327. Ik ben maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar van 7 tot 9. Wat moet ik nog meer zeggen? Op mijn Facebookpagina Medium Radar, daar kan je een persoonlijke reading krijgen. Chatconsulten kan je krijgen. Kijken naar mijn diensten bij Medium Radar. En daar zie je al mijn diensten wat ik heb. Je kan ook telefonisch consult krijgen via mijn, mijn 06-nummer. Dat kan je doen het beste via de Messenger, dus via Facebook. En dan kan je me bereiken en dan kunnen we even een... je kan ook hier zo een chat sturen van dat je bij mij even consult wil. Dat zal, nou, het is het beste gewoon even via de Messenger te doen. Want dat is wel, denk ik, makkelijker. En ook privégericht. Ik denk niet dat je hier privégericht iets kan sturen. Dus het beste is wel via de Messenger. Maar laat me even weten als je iets nodig hebt, dat je een blokkade hebt op je pad, of dat je even luisterend oor nodig hebt, of dat je je hart wil luchten. Laat me alsjeblieft weten en dan kunnen we verder praten. En zal ik jouw blokkades op je pad gewoon wegnemen en dan kan je weer verder op je pad vrij lopen. Ja? In ieder geval, ik wens jullie nog een fijne avond. En ik hoop dat dit gewoon met jullie resoneert. Een hele mooie legging heb ik nog nooit gedaan. En ik vind het gewoon zo super mooi. Nou, het is echt heel mooi. Nou, oké. Weegschaal tot de volgende maand. Doei doei!